Aanstaande 19 en 20 juni worden op de vliegbasis Volkel de luchtmachtdagen georganiseerd. 2 dagen lang opent de Koninklijke Luchtmacht haar deuren met een spectaculaire vliegshow en een uitgebreide tentoonstelling op de grond. Net als ieder jaar is een van de hoogtepunten een optreden van kapitein Ralf Aertsch, sinds 2007 de F-16 demovlieger van de Koninklijke Luchtmacht. Demovliegen betekent eigenlijk niks anders dan dat wij op nationale en internationale shows de F-16 als wapenplatform laten zien aan het publiek. Tijdens de show laten we echt alle maxima's en alle minima's van de F-16 de revue passeren. En dat betekent dus dat we bijvoorbeeld met een 9G bocht voorbij komen, waarbij we echt het maximale vragen van de persoon en van het vliegtuig. Maar ook dat we een hele kleine minimale turn circle maken, waarbij je ongeveer 2G trekt, maar met een lage snelheid echt bijna op een dubbeltje de F-16 kunt draaien. Zo zul je ook zien dat we een keer heel langzaam voorbij komen en een keer voorbij komen bijna tegen de geluidssnelheid aan. Dus dan laat je echt het hele vlak van de F-16, het hele platform en zijn totaliteit zien. Dit jaar is het demovliegtuig voorzien van een nieuw kleurenschema, waarbij vooral de Nederlandse leeuw opvalt. Die staat op de boven- en onderkant van het vliegtuig. Zeker met een dag als vandaag met die mooie zon. Het is echt een metaliek lak, dus hij zal ook echt flitsen tijdens de manoeuvres, tijdens de rolls die je maakt. Het is gewoon een fantastisch ontwerp. De show moet aan strenge veiligheidseisen voldoen. Een demovlieger moet daarom ieder jaar een soort examen afleggen. Daarmee kreeg hij toestemming zijn show een jaar lang in binnen- en buitenland te mogen uitvoeren. Voorafgaand aan dit examen heeft kapitein Aertsch regelmatig geoefend, zoals hier op de vliegbasis Schilzerijen. Kapitein Aertsch wordt ondersteund door technisch personeel die met alle benodigde spullen in een bus achter het demovliegtuig aanreist. Zij zorgen ervoor dat het vliegtuig in topconditie op een show verschijnt. Ze verhelpen klachten, helpen de demovlieger bij het in- en uitstappen. Kortom, demovliegen is teamwerk. Ja, onze slogan is One Team, One Mission. Het staat ook niet voor niks achter op de kist, maar dat is ook echt waar. Dit is dan weliswaar in een relatief klein team, maar dat kun je ook weer zo breed trekken naar de hele luchtmacht. En dat betekent gewoon dat het één geheel is met uiteindelijk maar één doel. En dat is dan de airpower en in ons geval de demo. Tijdens en na de show wordt de demovlieger begeleid door een coach. Hij houdt tijdens de show de veiligheid in de gaten en let erop dat de demovlieger zijn show perfect uitvoert. 3, netjes. En 4. Samen met de coach spreekt Ralf Aertsch elke vlucht helemaal door. Ja, we noemen dat chairflyen, oftewel stoelvliegen, het droog oefenen van de show. Dat is iets wat we als vlieger, zeker in opleiding, wat je vaker doet. En dat is niks anders dan procedures helemaal in je kop stampen. Klimmen door tot 12.000 voet. Gaat de neus naar beneden, power gaat naar idle als we passing the horizon zijn. En de speedbase komen er ook aan. Show eruit, is het een spiral left vandaag. Dus we gaan all the way spiralen. Ik zal de altitudes weer hard uitkollen per 1000 voet. Op het moment dat je in het vliegtuig zit, heb je zoveel andere dingen te doen. Dan moet de hele showflow, dus de hele volgorde van de dingen, die moet er helemaal in zitten. Dus je weet exact op welk moment, welke manoeuvre je gaat doen. En dat is puur ook voor de veiligheid, om te kijken of we scherp zijn. Of ik daar niet fouten maak in de volgorde. Of de coach scherp is, of die goed oplet. Ja. Gewoon even met elkaar praten. Voorafgaand aan dat chairflyen hebben we natuurlijk ook al gesproken over het weer, de wind. Wat we kunnen verwachten aan type show. Of het slecht weer is, dan doen we misschien de lage show. Is het mooi weer, dan doen we de hoge show. De wind, waar die vandaan komt. Al dat soort dingen kun je daarmee ondervangen om er al van tevoren over te praten. Dan kun je daar ook in die, tijdens die stoelvliegsessie, kun je eigenlijk al vertellen van waar je rekening mee gaat houden en waar je gaat corrigeren voor de wind. En dat is eigenlijk de reden erachter. De show demonstreert de capaciteiten van de F-16 en de vlieger. De demonstratie laat manoeuvres zien die tijdens een operationele missie met een F-16 kunnen voorkomen, zoals tijdens een luchtgevecht. Het bijzondere is dat de bewegingen direct achter elkaar worden gevlogen. Dat maakt demovliegen lichamelijk heel zwaar. Je kunt dat niet 10 keer op een dag doen, dat gaat gewoon niet, het is gewoon vermoeiend. Ik vergelijk het altijd zelf eigenlijk als een sprinter en een marathonloper, waarbij dit denk ik echt een sprint is. Kortstondige 11 minuten krachtexplosie, waarbij je dus echt in je stoel gedrukt wordt, waar alles, maar dan ook alles, zowel het bloed in je lichaam, als je benen, als je armen, daar wordt met een 9G-bocht dus 9 keer zwart aan getrokken. Dat betekent dat als je 100 kilo weegt, met 9G weeg je in één keer 900 kilo. Als je op een
weegschaal zou staan. Je moet al die spieren in je lichaam spannen, je buikspieren. Daarbij die ademhalingstechniek die voor ons heel belangrijk is, waarbij je echt druk opbouwt in je middenrif om het bloed maar naar je hoofd toe te pompen. En dat moet je continu bij elke bocht moet je dat doen, anders wordt het zwart voor je ogen. Dus vandaar dat, ja, dat je daar goed op voorbereid moet zijn. Ja, en dat maakt het inderdaad ja, pittig. Het F-16 demo-team is dit jaar in binnen- en buitenland weer veel te zien. Uiteraard tijdens onze eigen luchtmachtdagen, 19 en 20 juni. Dan zullen we met de 015, met het nieuwe kleurenschema, op beide dagen een show vliegen. Daarbuiten zijn we nog tijdens een show Volkel in de Wolken, ook een Nederlandse show. En daarnaast gaan we heel veel naar het buitenland. We beginnen, onze eerste buitenlandse show is Rome in Italië. Daarnaast gaan we natuurlijk naar Engeland een aantal keren, Frankrijk, Polen. Zweden gaan we dit jaar ook nog, staat ook nog op de agenda. Dus eigenlijk heel Europa, van noord, zuid, oost, west. Dus een druk schema, maar wel erg leuk. Tot slot willen we nog graag even van Ralf Aerts weten waar zijn vliegerbijnaam Sheikh vandaan komt. Ik ben geplaatst initieel op vliegbasis Twente. Had ik een woning in Duitsland. En voor de Duitsers was het, of is het heel normaal om daar je hele verwarmingssysteem met olie te stoken. Dus ik had in mijn kelder 3 gigantische olievaten. In totaal 4500 liter. Daar kan ik net een F-16 mee verder, nog niet helemaal. Dus toen was het eigenlijk al heel snel de olie-sheik. En nou ja, sheik is er van overgebleven. Dat was iets korter. Ja, en daar kom ik denk ik wel aardig mee weg. Maar dat is het verhaal erachter. Wilt u de show van kapitein Ralf Aerts met eigen ogen zien? Komt u dan aanstaande 19 en 20 juni naar de luchtmachtdagen op de vliegbasis Volkel. Behalve de F-16 zullen tijdens het vliegprogramma nog vele andere vliegtuigen en demonstratieteams uit binnen- en buitenland zorgen voor een boeiend spektakel. Ook kunt u kennis maken met de mensen van de luchtmacht en de kracht van ons team ontdekken. Kijk voor het laatste nieuws op deze site bij Luchtmachtdagen 2009. Zo, dat was hem weer. Ja, ik heb hem wel weer prima vermaakt. Wordt leuk? Ja, nee, super. Dat was... Wederom prachtig weer, dus mooi dan dit kunnen we ons niet wensen.